Welkom bij de BIS Online Backup Client. In deze video zullen we u tonen hoe je heel gemakkelijk een verwijderd, verloren of beschadigd bestand kan terugzetten. Er zijn drie methodes om een verwijderd, verloren of beschadigd bestand terug te halen. Methode 1. Start de BIS Online Backup Client op. Vergeet niet dat de cliënt hiervoor actief moet zijn in uw taakbalk. Eenmaal opgestart, klikt u op Bestanden herstellen. Deze muisklik brengt u bij het herstelscherm. Dit scherm geeft u een lijst van uw gebackupte bestanden en mappen. Deze staan gesorteerd in twee kolommen. Selecteer hier vervolgens de mappen of bestanden die u wenst te herstellen. De BIS Online Backup Client zal u automatisch de meest recente versie van het bestand voorstellen. Maar u heeft natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om terug te gaan naar een oudere versie. Wanneer u de gewenste bestanden heeft geselecteerd, dient u enkel nog op Bestanden herstellen te klikken om het herstel te starten. Het herstel wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het aantal te herstellen bestanden, zal de herstelprocedure meer of minder tijd in beslag nemen. Eenmaal het herstel voltooid is, vindt u het herstelde bestand terug op zijn oorspronkelijke plaats. Eenvoudiger kan niet. Methode 2. Klik met uw rechtermuisknop op de plaats waar het bestand werd verwijderd en selecteer de optie De bestanden herstellen in een map. De verkenner zal dan worden geopend. De adresbalk geeft aan dat u zich in de BIS Online Backup Client infrastructuur bevindt. Met andere woorden, u bent dus eigenlijk aan het navigeren in de laatst uitgevoerde backup. Nu dient u enkel nog met uw rechtermuisknop te klikken op het herstellen bestand en herstellen te kiezen. De herstelprocedure zal automatisch worden opgestart. Afhankelijk van het aantal te herstellen bestanden, zal de herstelprocedure meer of minder tijd in beslag nemen. Wanneer het herstel voltooid is, vindt u het herstelde bestand ook weer terug op zijn oorspronkelijke plaats. Methode 3. Ga naar de webinterface van de BIS Online Backup. Net zoals met de BIS Online Backup Client kan u snel online één of meerdere bestanden herstellen en zelfs oudere versies van bestanden of mappen verwijderd in de laatste 30 dagen terughalen. Heel handig, want dit kan u doen van op eender welke computer met internetverbinding. Hiervoor surft u naar de link die nu op het scherm verschijnt en meldt u aan met uw administratorgegevens. Hier ziet u de computers die aan uw account gekoppeld zijn. Klik op Bestanden herstellen om naar de herstelinterface te gaan. Vanaf de herstelinterface kan u heel gemakkelijk de bewaarde bestanden doorlopen, de bestanden doorlopen met de backup sets of onmiddellijk alle bestanden herstellen vanuit de laatste backup. In dit geval kiest u voor het doorlopen van de bestanden en klikt u op Bladeren. U kan natuurlijk ook heel gemakkelijk een bestand zoeken. U komt nu in het venster Bestandsbeheer. Hier moet u enkel nog het herstellen bestand terugvinden. Wanneer u het bestand heeft gevonden, heeft u meerdere opties. U kan het bestand onmiddellijk downloaden naar de computer die u op dit moment gebruikt. Hiervoor klikt u op het kleine blauwe pijltje naast de bestandsnaam. U kan het bestand ook gewoon toevoegen aan een wachtlijst door het bestand aan te vinken. De door u aangevinkte bestanden staan nu in de wachtlijst onderaan het scherm. Wanneer u de gewenste bestanden heeft geselecteerd, klikt u op Verzenden. In het volgende venster kan u kiezen op welke manier u de bestanden wenst te herstellen. U kan de bestanden onmiddellijk downloaden door de BIS Online Backup Restore Manager te installeren. De bestanden zullen dan teruggezet worden op de juiste plaats op uw computer. U kan de gekozen bestanden ook hergroeperen in de vorm van een archiefbestand. Let wel, het kan even duren alvorens het ZIP-bestand klaar is. Afhankelijk van de omstandigheden zal de BIS Online Backup Client u één van de twee opties adviseren. Het is goed om te weten dat beide herstelmanieren bestaan om uw gegevens veilig te stellen, wat er ook gebeurt. Raadpleeg de andere video voor meer informatie over de werking van het administratiepaneel.